De PlayStation 5 ligt alweer bijna 2 jaar in de schappen en heeft heel wat moois op onze televisies en monitors getoverd. Hoewel de console misschien iets minder krachtig is dan de Xbox Series X, zijn de echte current-gen games vooral op de PlayStation te vinden. Dit zijn de 5 mooiste PlayStation 5 games tot nu toe. Our family doesn't give up. Whenever you say Spider-Man, you always mean the other one. You're Spider-Man. You can fix this. Your way. Spider-Man Miles Morales. In een PlayStation-lijstje kan Spider-Man natuurlijk niet ontbreken. Onze spinnenvriend Miles Morales slingerde bij release meteen naar de PlayStation 5 en liet zien wat het nieuwe beestje in huis heeft. Miles, zijn Venom powers zijn zo fel en knisperend dat ze je bijna verblinden. En met name de reflecties springen echt in het oog. Door de raytracing is de weerspiegeling extreem accuraat. Bijvoorbeeld wanneer je langs ramen naar boven klimt of er langs slingert. Het winterse New York ademt sfeer. En over ademen gesproken, als je gewoon rustig rondloopt, zie je zelfs het condens tijdens het ademen. Het zijn dit soort kleine details die misschien niet meteen opvallen, maar die de wereld wel een stuk levendiger maken. Het is allemaal een mooi voorproefje van wat Spider-Man 2 voor ons in petto heeft volgend jaar. Het is bijna moeilijk om voor te stellen hoe mooi die game dan moet worden. God of War Ragnarok. Kratos is terug op de PlayStation 5 en buiten de brute actie en het ontroerende verhaal is God of War Ragnarok ook weer eens een genot voor onze ogen. God of War 2018 zag er al super uit op de PlayStation 4 en Ragnarok doet daar weer een schepje bovenop. De omgevingen en personages zijn een stuk gedetailleerder en de manier waarop vijanden uit elkaar getrokken worden is bloederiger dan ooit. De winterse omstandigheden maken zelfs de realms die we al kennen uit de vorige game een stukje spectaculairder. Maar ook de verschillende grafische modi zijn erg indrukwekkend. Ragnarok is in de basis een PlayStation 4 game. Dat klinkt misschien teleurstellend, maar het heeft ook een groot voordeel. De performance is op de PlayStation 5 namelijk extra lekker. De framerate dropt op geen enkel moment, of je nou in 30, 40 of 60 frames per second speelt. Het maakt oprecht niet uit. En je kunt zelfs verder gaan dan dat, want als je voor high performance gaat, haalt de game zelfs tussen de 80 en 100 frames per second. Dat maakt de 9 realms nog mooier en vloeiender dan we ooit hadden durven dromen. Als de game speciaal voor de PlayStation 5 was gemaakt, was de kans op een framerate hoger dan 60 waarschijnlijk erg klein. En zo zie je maar, ieder nadeel heeft zijn voordeel. Ghost of Tsushima Director's Cut. Ook Sucker Punch weet al een hoop uit de PlayStation 5 te persen met Ghost of Tsushima Director's Cut. De oorspronkelijke versie zag er op de PlayStation 4 al erg mooi uit, maar blaast ons met de Director's Cut op de PlayStation 5 echt omver. De game brengt het feodale tijdperk van Japan echt prachtig in beeld. Het hoge gras deinst door de wind, de zonnestralen breken door de bladeren van de bomen en zelfs de kleinste vuurvonkjes zijn echt goed te zien. En zo zijn er nog ontelbare kleine details. Wanneer een tegenstander een aanval van je katana blokkeert met een schild, spatten de vonken er vanaf. Het bloed spat in het rond, waardoor de combat er levensecht uitziet. En dat alles speelt zich af in een enorme open wereld, in een vloeiende 60 frames per second. Daarmee is Ghost of Tsushima stiekem de Assassin's Creed waar we al jaren van droomden. Sowieso moeten we Sony complimenten geven, want de games die zij op de PlayStation 4 hebben uitgebracht, hebben blijkbaar maar een kleine oppoetsbeurt nodig om echt current gen te zijn. Ratchet & Clank Rift Apart. Als er één studio is die al heeft bewezen dat ze met de PlayStation 5 uit de voeten kunnen, dan is het wel Insomniac Games. Na Spider-Man Remastered en Spider-Man Miles Morales levert het met Ratchet & Clank Rift Apart een echte current-gen ervaring. Jarenlang fantaseerden we over speelbare animatiefilms en hoewel we ongetwijfeld vaker hebben gezegd dat we dat punt al hebben bereikt, is dat nu ook echt zo. Het verschil tussen games en films is een stuk kleiner geworden. De personages zijn stuk voor stuk prachtig gedetailleerd, de gezichtsuitdrukkingen stralen enorm veel persoonlijkheid uit. De vacht van Ratchet en Rivet zijn voelbaar zacht en de raytracing effecten zorgen voor prachtige weerspiegelingen op de oppervlaktes. Het mooie is ook dat je 60 frames per second niet eens hoeft op te geven voor die raytracing. Met de Performance RT modus krijg je het beste van beide werelden. Ratchet & Clank Rift Apart is van Disney Pixar-achtige kwaliteit en het mooie aan deze stijl is dat hij altijd goed veroudert. Over 10 jaar maakt Ratchet & Clank hoogstwaarschijnlijk nog steeds indruk en dat is razend knap. Voordat we naar onze grote winnaar gaan, hebben we eerst nog een honorable mention, namelijk de Demon's Souls remake.
Het gebeurt niet vaak dat een launch game bij de mooiste games van een console hoort. Meestal zien ze er wel mooi uit, maar worden ze al gauw ingehaald door latere games. Bij de Demon's Souls remake van Bluepoint Games is dat nog niet echt het geval. De klassieker uit 2009 is in het allermooiste jasje gestoken en daarbij is werkelijk aan elk detail gedacht. Zelfs de krasjes op het panzer zijn te zien en de belichting is zo realistisch dat het nauwelijks van echt te onderscheiden is. En bovendien zien de reflecties in plasjes water er bijna uit als volwaardige raytracing. Het lijkt net alsof Bluepoint voor deze remake al de paardenkracht van de PlayStation 5 benut. Applausje voor Bluepoint en laten we bidden en smeken dat Bloodborne de volgende game is die deze behandeling krijgt, want die titel heeft het wel nodig. Horizon Forbidden West. Het idee dat open wereld games er doorgaans wat minder goed uitzien dan lineaire, kleinere games, was al een beetje weg toen Ghost of Tsushima Director's Cut uitkwam. Maar bij Horizon Forbidden West kan dat idee definitief de prullenbak in. Want holy shit, dit hadden we nog nooit gezien. Grassprieten zijn bijna individueel te tellen en de droge woestijnen, besneeuwde bergtoppen en overwoekerde ruïnes ogen realistischer dan ooit. Niet voor niets werden de sociale media overspoeld met in de fotomodus gemaakte plaatjes. Horizon Forbidden West is simpelweg zo adembenemend mooi dat je soms even je controller weg wil leggen om gewoon even te kijken. De performance modus had in eerste instantie wel te maken met wat korrelig beeld, maar door een grote update is dat probleem nu gelukkig verholpen. De resolutie is daardoor wel wat verlaagd in deze modus, maar dat maakt de grafische pracht niet minder indrukwekkend. De Nederlandse studio Guerrilla Games zet hiermee de standaard voor toekomstige open wereld games. Al is het wel een standaard waar waarschijnlijk maar weinig ontwikkelaars aan kunnen voldoen. Let's go! Nederland. Volgens ons de mooiste PlayStation 5 games tot nu toe. Welke vind jij het mooist? Laat het zeker weten in de reacties. En vond je dit een fijne video? Abonneer je dan op dit kanaal voor meer van dit soort video's.